Campini, mini-forest midden in de woonwijk in Bokstel. Waarom eigenlijk? Danique, IVN, kan jij ons heel kort vertellen wat is een tiny forest? Jazeker, een tiny forest, dat zien we hier achter ons. Dat is een inheems klein mini-bos, zoals de naam ook eigenlijk al zegt. Hier zijn zo'n 600 bomen geplant op een oppervlakte van ongeveer een tennisveld. En het is speciaal om de buurt hier te vergroenen voor frisse lucht, maar vooral ook voor de biodiversiteit. Het is goed voor de bomen, planten, beestjes. En de scholen uit de buurt die komen hier regelmatig langs om in de buitenklas. Je ziet daar een paar boomstammen liggen voor de... Ja, het buitenleslokaal, zeg maar. En die komen hier om les te krijgen. Kan jij ons iets vertellen over welke bomen en struiken hier aangeplant zijn? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Het zijn er nogal wat. Het is, zoals je ziet, een klein tiny forest. Maar er staan zo'n ruim 40 verschillende planten in. Of eigenlijk verschillende bomen en struiken in. Dan moet je denken aan populier. Wat hebben we nog meer? Berk. Meidoren, een aantal rozenstruiken. Mag je er gewoon tussendoor lopen, tussen al die bomen? Zeker, het is een beleefbos, zo is het ook bedoeld. Er lopen wel paden, dus als je liever niet door de bomen wil, kun je over de paden een rondje maken. Maar de avonturiers, die mogen ook best een beetje door de jungle, maar goed opletten waar je loopt. Nou ja, de bijen, dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Bijen zorgen voor onze, ook voor onze voedselbeschikbaarheid. Als je kijkt naar appels, bestuiven van bomen. En daar hebben zij ook andere planten bij nodig om hun energie te behouden. En daar kan zo'n tiny forest ook bijdragen. Dit bos is nu een jaar geleden aangeplant. En de verwachting is dat het binnen 10 jaar ook wel 10 meter hoog kan worden. Maar het zal zichzelf, het zal onderling gaan concurreren welke bomen het sterkste worden, welke worden het grootst. Dus over 10 jaar zullen we hier geen 600 bomen zien, maar het zal wel flink de hoogte en de breedte ingaan. Waarom is het belangrijk? Nou ja, biodiversiteit staat aan de basis van het leven. Zonder biodiversiteit of zonder een hoge biodiversiteit hebben we gewoon te maken met zwakke natuur, zou je kunnen zeggen. Bij een verstoring kan dat enorm destructie met zich meebrengen of in ieder geval effect hebben op de omgeving. Dus met een sterke, hoge biodiversiteit zorg je ervoor dat de omgeving ook sterk blijft. Viel het mee om hieraan te beginnen of is het een ontzettende klus geweest? Het was vooral leuk, vond ik. Een ontzettende klus. Er gaat een heel proces aan vooraf. Je gaat om de tafel met mensen van de gemeente, IVN. Dus je moet afspraken prikken, plannen. Veel bij elkaar komen, overleggen. Dus daar ging natuurlijk best wel tijd in zitten. Gemeente Bokstel die faciliteert het plan. In onze eigen duurzaamheidsagenda was ook opgenomen dat we in de periode minstens 1000 bomen gingen aanplanten. En de tiny forest, volgens mij zijn er bijna 900 geplant. Dus dat is een behoorlijke mijlpaal al. En de gemeente is vooral faciliterend, financieel. Maar ook het beschikbaar stellen van de grond en de openbare ruimte. Maar het leukste vond ik natuurlijk het aanplanten, de dag van het planten zelf. Met heel veel schoolkinderen. En het feit dat het er nu is. Blijft het bij dit ene tiny forest? We hopen van niet. Maar het is ook in dit proces is het moeilijk gebleken om geschikte openbare ruimte te vinden. Dus gemeentegrond. Die nog geen andere functie heeft. Hier is ook een speeltuin. Het is een trappersveldje. En deze hoek die was een beetje vrij open. Dus die konden we wel gebruiken. Maar het blijkt moeilijk. Maar we hebben nog, het zit nog iets in de pijplijn, alleen daar is nog geen zekerheid over.